Yo guys, let's see. We hebben daar een nieuwe video en vandaag spelen Counter-Strike Global Offensive. We spelen vandaag op Dust 1 en dat is echt gewoon één tyfus helikopter. Zoals de meesten weten, die normaal zien vandaag Outlast Whistleblower komen. Maar ik heb toch besloten om het spel maar niet te spelen omdat, ja, ik vind het spel eigenlijk veel te eng. Dus daarom ga ik Outlast Whistleblower niet spelen en dan zie ik wel wat er online komt de volgende dagen. Het is paasvakantie, zoals de meesten weten. Oh, maar is hij fucking blind? Alstublieft, joh. Kom dan, joh. Ik moest echt naar de kapper. En als er één ding is dat ik haat, dan is het toch echt wel een fucking kapper. Maar door een van de reden vind ik naar een kapper gaan altijd redelijk cringy. Dat is gewoon zo. Dat is zo. Ik weet dat niet, dat is echt raar. Het zal mijn autisme liggen of zo. Waarschijnlijk wel. Ik ben altijd niet geraakt. Oh joh. Oh. Oh oh ja, eentje recht in zijn kop geschoten. Oh, er is nog één. I'm shooting all those guys, ja nou. Ah. Oh wow. Gewoon die dan missen. Nee, ik ben altijd niet geraakt. Oh wow, ja, nu zeg ik dood dikzak. Oh. Maar oh joh, alle bullets gaan langs mij één of zo. En kijk hoe fucking lekker ik ga. Zie, ik sta 5-0. Holy shit. Oh ja, nog maar. 5-1, joh. Nee, maar wat is mijn planning voor de paasvakantie? Ja, waarschijnlijk ben ik van plan om elke dag te gaan uploaden, maar zal ik maar 4 of 5 keer uploaden of zo? Het zal waarschijnlijk zoiets worden, zoals altijd. Holy fuck. Van waar kwam dat? Oh, gewoon door de muur. Voor degenen die zich afvragen welke map dit is Dust 1, dus niet Dust 2. Dat is logisch als ik zeg Dust 1. Ik heb echt iets met die helikopter. Sinds Half-Life maak ik helikopters niet meer graag. Maar dit, mijn autisme. Joi. Ik zal eerst naar daar gaan voor de verandering, anders gaat het toch maar hetzelfde. Joi. Oké, okay, ojo. Kom op, bitch. Oh wow, die had ik ook kunnen knijven. Oh shit. Donald Muilen, wilt u muilen? Heeft de vijand met het beste doodje. En er is iets serieus iets veranderd. Er zijn de laatste tijd is een abonnee bijgekomen zonder dat hij weer terug direct is weggegaan. Snapte? Ik kwam echt niet uit mijn woorden. Dus mijn abonnees gaan weer terug een heel klein beetje omhoog. En ja, dat is super leuk. Oh wow. Jump shot, oké. Okay, oh wow, hoe kon ik dat missen? Allee jongens. Godverdomme, oh wow. Wacht even. Hier ja, door de muur, hè, chill bitch. Hey. Ik ben echt vies goed aan het gaan. Ja, ik sta van boven 9 op 2. Ik vind dat echt wel dat ik een spectrum case verdien. Ik wil zo over iets praten in mijn video's, maar mijn leven is zo oninteressant dat er eigenlijk helemaal niks gebeurt in mijn leven. Hola, dat is er alleen, hè. Voilà, maar dat is echt zo'n slechte spot. Ik snap niet waarom ze daar gaan zitten. Nee. Kijk, hè, nog één. Maar wauw. Gewoon puur, want die hele tijd op die domme spot gaan zitten. Ik was net in kennels aan het recorden en mijn wc vond dat niet zo leuk. Oh wauw, ik heb hem wel ja, oké, okay, beter. No way. Oh wow. Oh, ah, maar wauw. Maar, Oh wauw, had ik nu een double kill? Ja. Au, au, ah. Oh, waar de fuck kwam dat? Au, au, ah. Oh, waar de fuck kwam dat? Dat kan wel eens leuk gewoon zo eens casual spelen. Dat is wel vrij casual. Wereld MVP, ik sta 15 op 2. What the fuck, komt echt er niks. Ja, en nu sta ik 14 op 3, dat heb ik echt heel goed gedaan. Ja. Niemand op de domme spot, maar dan ga ik ook geen kills halen. Ik heb net mijn eigen dis. Er zat wel dus iemand op de domme spot. No, you! Oh, you suck a blood! No, no, nice. You're sukabliat, your mother. You're for the sukabliat, okay? Sukabliat, ina queen.
Oh, van, onnetje van. Oeh, oh, 6. Het staat al 7-1 at the moment. En we gaan dat nu eens finishen. Dan, ik wil echt zo graag zo'n Spectrum Case. Als ik nu nog een Spectrum Case zou krijgen, dan zal deze aflevering echt af zijn. We gaan twee ene gaan zitten. Ene rotzak. Ja, hier ja! Always, oh my fucking god. It's time to eat my 5-7. Oeh, hier! Ah, en ik heb wereld MVP. Hoe lekkere score heb ik neder dat? Spectrum Case. Wow! Huh? Er staat iemand onder mij. Wat voor scheid is dat? Ja, je tucht naar boven nu. Oké, ik had al laten voor deze video. Ik bedank jullie voor het kijken. Dus vond je het leuk? Was het een bal? Amai. Dus vond je deze video leuk? Dan was het een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer meer. En ik zeg ciao.